YouTube. What up? Zoals jullie misschien wel vernomen hebben, is het vandaag een trieste dag. Oma van het Uiltje is niet meer. Laten we even een moment van stilte in acht nemen om haar en haar leuke recepten te herdenken. Maar, één voordeel, er zijn nog papieren in omloop uit de kookpotten van oma. En, als het goed is, gaat opa het overnemen. Eerder reviewde ik van brouwerij Eikenhart hun barley wine, hun bitterkoekjes barley wine. Daarin kwamen de bitterkoekjes, zoals wellicht verwacht, niet heel erg opvallend tot z'n recht. Nou is deze volume 4 van Grandma's Recipe van het Uiltje ook een bitterkoekjesbier. In plaats van een barley wine betreft het hier een Imperial Milk Stout. Hij staat aangeduid als sweet stout, maar schijnbaar is dat alleen in de UK verplicht, aangezien daar een lactose stout niet als zodanig, niet als een milkstout aangeduid mag worden, om eventuele verwarring met borstvoeding en dat het goed voor het jong zou zijn te voorkomen. Hoe dit bier dan bevalt, daar gaan we achter komen. Schuimkraag lijkt wat achter te blijven. Vrij donker bier met wat rode randjes. Mokka kleurig schuimkraagje. Ga naar de neus. Nou, eerst en vooral is het wel echt dat zoete karakter over deze stout heen wat de overhand heeft. Dus zeker die melksuikers lijken hun invloed te hebben gedaan. Maar om nou te zeggen, inderdaad, koekjes of bitterkoekjes, dat idee in de neus nog zeker niet. Dus we gaan hem ook gewoon proeven. Grandma's Recipe Volume 4. De bitterkoekjes Imperial Sweet Stout. Van 10%. Proost. Eerst en vooral moet gezegd worden dat ook dit bier niet uitblinkt in zijn bitterkoekjesheid. En hij heeft een wat frank bitter randje over zich heen. Het is vooral zo'n wat zoetere stout. Zoals je misschien wel gewend bent van de bieren van de Moersleutel. Dat karakteristiekje heeft hij echt wel. Dus dat lijkt grotendeels toch te komen door die melksuikers, die lactose invloeden. En er zit een wat frank bittertje overheen. Ik weet niet of dit dan voorkomt uit dingen als deeg of bloem. Of op die manier dat tot uiting komt in een bier. Had voor mij niet per se gehoeven. Het is misschien wel. Ik zou bijna zeggen dat het een soort van erg scherp espresso koffie is. Dus niet meer dat je dat koffie achter herkent, maar als je een te intense boon. Als je daar een espresso van trekt, dan krijg je ook een beetje dit karakter. Dus dat zou het misschien nog wel eens kunnen zijn. Kijken of er iets van ingrediënten op zijn. Water, gerstemout, rogge, mout,
haver, bitterkoekjes, aroma. Dus geen bitterkoekjes, maar bitterkoekjes, aroma. Dan is het misschien nog wel teleurstellend dat het niet heel erg aanwezig is. Lactose, hop en gist. Het is een batch uit 2018. Houdbaar tot 7 mei 2023. Dus waarschijnlijk gebrouwen op 7 mei 2018. Zoals het bij het Eltje vaker geschiet. Maar ik moet zeggen dat ik enigszins teleurgesteld ben. Ik had een iets grotere hommage gehoopt om oma een laatste eer te kunnen bewijzen. Misschien dat ik dan toch die nummer 5 op de kop moet tikken. Ook een stout, ik weet even niet wat voor stout dat dan precies weer is. Maar dat is volgens mij de laatste. En dan gaat opa het naar het verhaal overnemen. De presentatie is best prima, vind ik. Maar ook hier weer. Bitterkoekjes, nee. Een stuk zoeter, dat wel. En daarom voor mij net iets lekkerder dan mijn vorige bitterkoekjes ervaring. Maar het is echt een heel ander bier. Het is appels met peren vergelijken. Oma's met halfrode. Ja, wat dat betreft een heel ander soort brouwer. Dus dat mag je natuurlijk ook niet vergelijken. En natuurlijk een heel andere bierstijl. Wat misschien wel de voornaamste reden is waardoor het een heel ander bier wordt. Al met al, geinige milkstout. Voor mij net iets te scherp. Maar op die wat licht gebrande bitters. En dan ga ik het er gewoon bij laten. Wat het bier gekost heeft, durf ik niet meer te zeggen. Ik heb hem dus ruim 1,5 jaar al in het bezit. Dus daar kan ik geen zinnig woord meer over zeggen. Wat ik wel kan zeggen is, Aito, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Ode aan oma. Proost.